Yo, what's up kijkers van Den Aden, welkom terug bij Metro 2033 Redux. Dit is waar we de vorige part zijn geëindigd en ja, laten we maar gewoon goed kijken waar ik heen moet, wat ik moet doen, wat ik allemaal kan oppakken hier en wat precies de bedoeling is. Ik zal sowieso ook even mijn zaklampje even kijken hoe dat ook weer werkt, opladen zodat die beter werkt. Oké, dit zijn die gekke visioenen van die Dark Ones. Deze gast is echt helemaal kapot gevreten gewoon. Nou, laat ik kijken of ik misschien nog wat dingen vind die ik kan oppakken ofzo. Echt alles is naar de tyfus hier. Daar kwamen we vandaan en we zijn nog steeds die homie kwijt. Wow! Wat was dat man? Ik zit midden in een visioen van die Dark Ones. Zal ik maar even een filtertje verversen? Nou, thanks voor alles. Staan we dan, midden in Moskou. We staan, ja, dit is zo'n beetje de buitenwereld. Echt gewoon het oppervlakte. Holy shit, ik ben echt benieuwd waar die ene gast is. Oké, die is dood. Waarom gaan ze altijd zo'n fucking lokroep doen? Nee! Kom dan, motherfucker. Nee, niet nog een keer. Phew! Dat ging net goed. Dat waren wel mooie kills. Deze moeten we snel herladen. Kut shotgun. Ik heb echt een andere shotgun nodig, want deze schiet maar 2 kogels. En voor grote groepen is dit totaal niet ideaal. Alleen maar irritant juist. Oké, nice. Zat ook niks in de auto? Jawel. Nice, dat zijn wat extra kogels en die kan ik zeker niet naar binnen. Nee, dat zit helemaal vastgevroren, moet je kijken joh. Helemaal van die vlokken erop, omdat het gewoon totaal zit vastgevroren. Dit kan ik ook niet openen, nou laten we hier naar binnen gaan. Wow, what the fuck? Want dit was dit stuk, dat was ik vergeten. Je ziet hem in heel veel voorstukjes, maar nou gebeurt hij in het echt. Oh, heftig hoor. Nee, geen nieuw ding nodig? Nou, oké, dan niet. Ja, deze heeft ook geen barsten, dus dan heb je ook geen nieuwe nodig inderdaad. Wat is dit dan voor gun? Holy shit. Nou, ik vind het prima. Ik ga deze wel even gebruiken. Oh, het heeft geen zin. Ik hoef het niet eens te gebruiken. Echt geen nieuwe nodig? Nou, oké, dan niet. En hier zag ik iets. Misschien kan ik er wat mee. Oh, jongen. Ik kan het niet oppakken. Kijk even dat bloed dan. Het wordt langzaam een steeds grotere plas. Omdat het beest gewoon echt heel veel bloed. Het is natuurlijk ook wel een groot beest. Wow, die geluiden af en toe. Wat? Is het nou mijn homie of ben ik hier... Want als het goed is ben ik hier alleen.
Oké, mijn controle begon langzaam te trillen omdat ik gewoon simpelweg geen adem meer had. Zo nu en dan vervang ik mijn filter. Kan ik hierheen? Nee. Daar kan ik ook niet heen. Wow! Die flashbacks af en toe, dit komt allemaal door de Dark Ones, heb ik het idee. Nou, dit kan ik ook niet openen, deze container. En hier kan ik niet eens heen, dus laten we hier maar heen gaan. Naar zweertje hangt hier, jongens. Wow! Oeh, en het is dan zo ijzig koud en stil daarna. Ah, rotbeesten zijn het, hè? De revolver vind ik wel echt heel cool. Helemaal bevroren en shit. Als het goed is heb ik een nieuw filter gekregen van hem. Het lag op de grond voor zijn neus, dus daar ben ik blij mee. Nieuwe filters heb ik namelijk heel erg nodig. Wow, die deuren, daar schrik ik af en toe echt van. Nou, ik denk dat ik hier gewoon naar binnen moet. Dit is de lineaire lijn. Hoe je de chapter kan volgen, zeg maar. Maar dat ga ik natuurlijk niet doen. Ik ga namelijk hierheen. Oeh, nice. Een filter en ammo. Laat het lichtje maar aan, daar hou ik wel van. Anders is het zo heel erg donker hier. Hier liggen nog wat boeken, maar daar kan ik niks mee. En hier stoelen en shit, maar... Een beetje een verlaten zootje hier. Helaas geen voorwerpen, alleen een nieuw filter. Nou, daar ben ik wel blij mee. Nou, dan gaan we dan snel. Poepoe. Ik laad deze sowieso weer even op. En ik weet niet wat ik hiermee kan doen. Nou, hier kan ik alleen nog kijken. Dit werkt nooit. En nou, voor de rest was dat het. Alsof het normale leven gewoon weer bezig is, hè? Het drukke Moskou van toen. Ik kijk overal of er geen vallen zijn uitgezet en zo. Wow. Oké, ik wilde echt een grenade gooien. Shit! Shit, hé! Shit, shit, shit! Wegwezen hier! Wow, 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 jongens. Oh, wat zijn er te veel. What the fuck? Jezus, dat kwam net goed uit. Wat een enemies. Het zijn wel echt inderdaad intense gevechten als je het op een andere moeilijkheidsgraad zet. Belachelijk, echt, maar wel heel erg vet. Phew.
Ja, zo nu en dan hangt er echt een nare sfeer, maar dat is toch wel heel erg vet. Al zeg ik steeds hetzelfde, commentary komt op hetzelfde neer, maar ik vind dat echt heel erg vet. Die enge stukjes, Walt had het er ook al over, want ik heb heel veel WhatsApp-contact met hem. Walt van Dutch Game 17, en die zei echt, jongens, ik heb hem uitgespeeld. Maar wat een goede game, niet te geloven, joh. Die sfeer die er hangt, en af en toe die echte horrorstukken. Nou, dat is gewoon echt een hele vette gameplay, toevoeging eigenlijk. Oh, het triggert iets. Zag je dat? Het feit dat ik in dit kamertje sta, triggerde iets. Weer een flashback. Een flashback naar hoe het ooit was. Ligt helaas helemaal niks. Oh, jammer hoor. Ik had er iets meer van verwacht. Nou, hier ook niet. Ik denk dat ik gewoon hierheen... Ja, kijk, ik moet gewoon hierheen. Echt gestoord, jongens. Af en toe die... Ja, ook The Last of Us feel. Alleen is het daar niet zo ijzig koud en sneeuwt het niet. Maar gewoon die vervallen straten en alles is kapot. En overal zijn eigenlijk rivieren ontstaan en alles is gewoon kapot. Bizar om dat te beseffen. Zou ik deze sprong kunnen wagen naar de overkant? Ik denk het eerlijk gezegd wel. Dat is waarschijnlijk waar ik heen moet. Maar ik ga deze sprong ook wagen. Fuck! Wegwezen! Hey, ik hoor dat er iemand aanwezig is hier. Ik had net 5 van die dingen en nou is gewoon alles weg. Oh jee, die zijn fucking irritant, echt. Please. Een filter hoop ik. Oh, een andere, cool. Geen ammo, geen nieuw filter, godverdomme. Ik denk dat ik naar de overkant moet via deze manier. Want, kan ik hierheen? Nee, ik kan hier niet heen. Oké, we zijn nu aan de overkant van het riviertje. Wow, de demon is aanwezig. Zal ik dat ding naar hem gooien? Oh, die man staat vies in de fik nu. Ah, hij vindt het niet leuk. Shit. Wow! Fuck! Laat me los, please! Auw, man! Nee! Oh, laat me los, want ik ben dood anders. Eindelijk dood. Oeh, ik heb een trofee gewonnen. Laten we hier snel een nieuw filter oppakken. Shit, die gozer heeft geen filter. Oh jongens, ik moet echt snel naar binnen en een nieuw filter vinden. Nee, dat meen je niet. Fuck, ik ben dood. Ik ga dood hier.
Zou ik hier een nieuw filter kunnen hebben? Ik ga dood. Oh, ik zou niet weten waar ik heen moet, jongens. Ik zit vast. Oké, dat heb ik in ieder geval gevonden. Hoe krijg ik deze poort open? Het moet ook echt zo snel mogelijk gebeuren allemaal. Oh, thanks. Dat heb ik dus ook weer gefixt. Ik denk dat ik nu hierheen moet. Oeh, misschien is het dus toch gelukt. Alsnog, ik was echt zo bijna dood. Ik heb het allemaal in één leven dan gedaan. Wat is dit? Oké, dat zijn er twee. Nice, die is ook dood. Ik heb held nodig. Godverdamme. Eeuw, dit heb ik echt nog nooit gezien. Oké, dat heb ik in ieder geval gevonden. Eventjes denken. Ik pak één hel dingetje. Ik zorg dat ik mijn batterij heb opgeladen. Pew, ik zit nu echt even puntje van mijn stoel werk. Wow! Oh, hier schrok ik me echt van. Ik schrok hier echt heel erg van. Waar moet ik heen? Hey, wie is daar? Ik heb een trofee. Waarschijnlijk omdat ik mijn masker heb gewiped. Die is niet neergestort. Oké, ik ben weg hier. Weg, 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 weg. Ik heb echt snel een filter nodig. Heel snel. Shit. Oké, ik heb nog maar een klein beetje zuurstof in mijn maskertje zitten. Dit is waar ik heen moet. Ik ben in ieder geval onder de grond. Ik weet niet of ik hem af kan doen. Nee, ik kan hem niet afdoen. Helaas niet. Het is gewoon echt kloten, want ik heb nu zo snel mogelijk een filter nodig, anders ben ik gewoon dood. Oh, wauw. Thanks voor je filter. Deze man is goed dood ook. Lekker zijn ledematen, armpie eraf. Heerlijk, die is echt vies vermoord. Geen dingen hier of zo, ammo of health of weet ik veel wat. Dus ik ga er eigenlijk in één keer doorheen. Veel enemies hier, jezus. En dan bedoel ik eigenlijk dode enemies, dus eigenlijk veel mensen. Waar is die gas nou eigenlijk heen? Nou ben ik
eindelijk op de binnenplaats. Wow! What the fuck? Wat een klote beest. Ik schrok me echt de tyfus. Wat een flikker. Ik schrok me echt dood, hè. Gelukkig heb ik nog een beetje filters, genoeg held. Dus we kunnen gaan met die banaan. Oh, hè hè. Phew. Ik ben me echt doodgeschrokken net. Jezus. Oké, ik heb snel het filter verwisseld. Ik hoop dat ik het überhaupt ga redden, man, op deze manier. Thanks, filter, eindelijk. En een sleutel. Kijk, die hadden we nodig. Ik ren gewoon meteen naar een plek waar ik denk dat collectibles zullen zijn en ze zijn er dan ook. Hier in dit bosje niks te vinden, nope. Dus dat kwam eigenlijk wel goed uit, jongens. Geen tripwire, nope. Oké. Okay. Arme man, ze zijn ook allemaal dood. Het is zo sneu, hè. Daar zal ik vast en zeker heen moeten met hem, dus ik ga hierheen natuurlijk. Ik zie hier een collectible. Ik zal hier wel gaan schrikken straks. Het lijkt er in ieder geval wel op. Dit was hem hoor, de kluis waar ik het allemaal voor doe. Heel veel filters en ammo, nice. Nou, daar heb ik het voor gedaan eigenlijk. Op het dak zit niks, hier ligt ook niks. Nou, laten we dan maar gaan. Waar is hij? Ik zie hem niet. Let's get moving along. Oh shit. The right? Wat bedoelt hij? What the fuck? Donnie Yellow Snow, waar heeft deze vent het over? Wat een geluiden, jongens. Die is in ieder geval ook al dood. Wow, schiet op, dude. Je moet wel wat doen, hè? Oh, daar komt die andere man ook nog. Oh! Shit! Oh, schiet op! Oeh! As we went underground, it struck me that my city was now a foreign and hostile place. I felt safe here, in the darkness of the metro.
More so when Bourbon claimed to have friends at Dry Station. Ga de party reinigen, jongens. Dat was aardig heftig. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Laat sowieso je like achter. En ik zie jullie terug in de eerstvolgende part die ik maak van Metro 2033 Redux. Later.